Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag heb ik weer een nieuwe episode van Facecam Vrijdag. En vandaag speel ik met de Emtar, een Diamond Emtar met, als ik het goed heb, Quickdraw, Silencer en Adjustable Stock. Ik ga niet kijken, want ik weet zeker dat het erop zit. Maar in ieder geval, jullie kunnen als het goed is toch de klas zien, want helemaal in het begin van de video pak ik gewoon mijn klas erbij. Dus als je echt heel graag wil weten wat er allemaal op zit, kijk even terug en dan weet je precies wat erop zit. Verder rest, sorry dat ik vandaag weer zo laat upload en gisteren weer niks had geüpload. Van gisteren was het eigenlijk, ik had een video. En teammate, waar zit je nou op te schieten? Ja, ik heb geen geluid, ik zet heel even dat ik mijn geluid hoorde als ik dood ga. Maar gisteren had ik een video gemaakt en ik wou maar even uploaden. Maar toen joinen er een paar abonnees van mij en toen gingen we eerst een beetje tegen elkaar snipen en volgens wat online. En ja, je weet hoe dat gaat en dan blijf je maar spelen en uiteindelijk is het 11 uur en dan heeft het voor mij geen zin meer om een video nog te gaan uploaden. Want dan komt hij sowieso na 12 uur 's nachts een keertje online. En ja, dan kan ik hem net zo goed niet uploaden, want dat, ja, dat is gewoon stom om aan te uploaden. En hoe de fuck zit die enemies aan die kant? Dat vind ik random. En verder is trouwens die video van vandaag, waarom die zo laat komt. Nou, vanmiddag moest ik dan weer rijlessen. En of had ik eigenlijk rijlessen. Dus dat was tot 4 uur. Nou, toen ik om 4 uur thuis was, nou, toen wou ik eigenlijk Facecam en vrijdag gaan recorden. Alleen, ja, ik had zeg maar internet, er staat zeg maar die streepjes dat je ontvangst hebt. Maar ik kon niks. Ik kon niet eens op Google. Dus ik weet niet wat er aan de hand was, maar het klopt in ieder geval voor geen meter. En er zit een enemy hier, maar ik ben zo fucking traag. Zo irritant, je weet wat een enemy was. Hij was hier ergens net, maar ja, hij is dood. Zie je, daar ligt hij. Maar ja, in ieder geval, dat is dus de reden waarom deze video zo laat online komt. Toen ben ik gaan eten daarna, want ik heb het best lang geprobeerd. Toen ben ik gaan eten en toen heb ik mijn router gereset. En nou werkt het. Ik merk wel dat ik nog een beetje lag. Of in ieder geval, nou valt het wel mee. Maar van straks had ik echt een paar potjes dat echt enorm lagde. Toen wou ik eigenlijk een poging doen voor Facecam Vrijdag, maar dat werkte niet. En godverdomme, ik ben heel te laat. Ik blijf gewoon heel hier links hangen, denk ik. Daar komen de meeste mensen. Hoop ik. Dus ja, we zullen zien. En ik speel nou zonder geluid. Ik weet niet of je het ooit hebt gedaan, maar speel maar eens zonder geluid. Niks is zo irritant als zonder geluid spelen. Ik zweer het je, dat is zo fucking irritant. Ik heb geen gaming headset, anders had ik die wel opgezet. Maar als ik nou mijn geluid via de speakers doe, dan hoor jullie echo, omdat mijn microfoon dat ook een beetje oppikt. Heel klein beetje, maar ja, alles is te veel. Dus zodoende. En ik wil een gaming headset kopen. Ik wou eigenlijk een Astra 50 kopen, zodat de enemy kan zien. Alleen, ik wacht er nou even mee, omdat ik had gehoord dat Astro voor de next generation consoles nieuwe headsets gaan maken. Dus dan wacht ik even daarop. Als ik dadelijk de PlayStation 4 koop, dat ik gelijk een nieuwe headset daarbij koop. Dan dat ik nou een A50 koop en dadelijk ja, toch een nieuwe uitkomt. Dat vind ik een beetje jammer. Mijn aim is ook gewoon helemaal weg. Maar ja, dat is de laatste tijd vaak in mijn laatste video's. Dus sorry daarvoor, kan ik niks doen. En ik zit gewoon zonder ammo. Ik heb scavenger. Wauw. Die mensen droppen niks. Normaal hè, droppen mensen niks als je ze killt met explosieven. Maar die kerel had ik gewoon afgeschoten. Nee, dat liep. Nee. Gelukkig. Denk wel, hij had niet mijn kill en ik ga niet dood. Daar weiger ik. Dat ga ik niet doen. Daar heb ik geen zin in. Ik ga wel dik cap, heb ik wel zin in. Nou verwacht ik dat ze recht achter mij spannen daar zo. Nee. Ik weet niet waar vandaan. Ik denk hij zal hier zitten, dan switch ik even naar die secondary en dan zit er inderdaad iemand. En met de SWAT, wow, daar moeten we nou ook echt heel erg voor passen. SWAT is zo hatelijk als je die tegen hebt. Persoonlijk, dat wapen schiet fucking traag. Maar als je doorgehit wordt jongen, oh, dan heb je een probleem. Dus gaan we even oppassen. Ik heb wel geluk dat ik wat lage streaks gebruik. Ik gebruik best lage, deze gebruikte ik toen in het begin heel veel. Dat vond ik echt leuk om mee te spelen. Ze waren niet echt heel goed, maar ik vond het gewoon een heel leuke setup. En wow, ik blijf op en neer lopen, ronddraaien, weet ik het allemaal gek doen. De mensen steeds ergens anders zijn. Oh shit. Ik weet niet of ze zijn er een paar. Wait for it. En normaal gezien, als je nou een headset hebt, hoor je ze gewoon lopen over het ijzer heen en zo. Dan weet je wel, dan kun je zo makkelijk gewoon op inspelen. Alleen ja, dat is gewoon irritant. Want ik heb wel een koptelefoon, maar dat ding kraakt aan alle kanten. Want die heb ik al zo ooit een keer naar de andere kant van de kamer toe geflikkerd. Dus, is niet zo'n succes. En nou, op de handen. Eigenlijk had ik daarmee moeten wachten. Omdat ik nou toch mijn streaks en alles in de lucht heb. Hallo! 10-0 en ik heb geen geluid, dat is best netjes. Nou, ik dood. Nou, wel. En nou. Ik heb mijn oh shit, pas op voor die karretjes. Ik haat die karretjes. Die hadden ze echt wel moeten doen dat je gehit wordt, maar niet dat je gelijk dood bent. Double kill als een baas. Bijna dood. Als een dwaas. Rijn.
Nee. Ammo op. Ah, fuck you. Ik wou switchen. Ik had secondary opgepakt. Dat was die MSMC. Zal ik nou gewoon doorspelen zonder geluid? Want het ging best goed. 18-1 eerste ronde. Ik zet mijn geluid toch iets harder. Wacht. Zo, dat is handig. Want ik heb hier... daar kan ik mijn scherm zien. Dat zie ik ook doen. Maar ik heb hier afstandsbediening. Maar dat is van mijn tv. En ik heb mijn geluid... niet via mijn tv geregeld. Er zit weer via aparte speakers en shit. Allemaal ingewikkeld. Dus dat is best irritant. Dan moet ik wat opstaan als ik erbij wil. En even serieus. Heb ik net gewoon mijn orbital ingekald. Iets van 30 seconden voor het einde. Ik heb helemaal niet op de tijd gelet. Dus ik zou het niet weten. Maar als ik er terug ga kijken. Dan zul je dat ook net zien. Zeker 30 of 40 seconden voor het einde mijn orbital heb ingekald. Zo stom. Dat is echt stom. En dan heb ik ook nog niks. Geen streaks. Nooit doen hè. Altijd goed op de tijd letten. Dat moet ik zeker zeggen als ik er net niet op gelet heb, maar ja. Als ik het faal, hoef jullie het niet te falen. En nee, er zit niemand. Hier zitten altijd mensen. Waar zitten jullie? Waar zitten jullie? Waar rechts van mij, denk ik. Ik kijk toch even links. Altijd handig. Ja, ik heb gelijk rechts. Ik sta ook echt recht voor de raam. Dat is ook niet handig. Ik kom geen enemies tegen. Ik zit ook helemaal niet op de UV te letten. Normaal kijk ik alleen maar naar de UV. Kom dan. Oh shit. Oh, ik hoorde iets schieten, maar dat hoor je zo slecht. Wat? Hij schoot op mij toen ik hem aankeek. Ah, dat werkt wel niet, dat klopt niet. Call of Duty Logic. Zullen we nooit begrijpen. Zullen we gewoon nooit begrijpen. Dat is gewoon... Dat is Chinees. Nee. Kut! Wat is dit? Ik zei het nog, die kutkarretjes hè. Ik ga gelijk door die karretjes. Nou, iemand bij ons heeft een loadstar, die had ik ook kunnen pakken. Nou, ik denk ik doe het niet. Ik ga lage streaks runnen vandaag. Nou ja, ik heb lage streaks gerund. Ik heb ze gelijk ingekald. Einde van het potje, heb ik ook niks aan gehad. Voor mij heb ik nou echt iets van 20 gun kills. Dat is nog niet echt dramatisch hoog of zo. Dat is niet spectaculair. Maar je snapt wat ik bedoel. Van zoveel kills die ik heb, zijn het wel volgens mij allemaal gun kills. That's confirmed. Bravo. Sensor grenade. Ik loop overal tegenaan, jongen. Ik lijk een pannenkoek. Ik kan hem al horen schieten, of horen niet, maar ik voel hem schieten. En, come on. Destroyed Betty. Komt hij daar vandaan? Nee, komt hij ook niet. Heet u submachine gun? Dat is belangrijk. Nou, kun je dat allemaal horen. Ik heb geen flauw idee, jongens. Ik ga nog één keer en ik denk dat ze in mijn rug zitten, dus ik loop deze kant op. Want ze hebben A. Ja, die is dood. Dat is netjes. Die enemy, oh, die zit hier naar binnen. Weet dat hij deze kant op kijkt, dat is altijd. Kijk hem campen, man. Had hij een kap? Oh shit, het ging B. Lol. Hey, ik heb een assist. Blijf af. Loopt er een om. Geluk mee dat ik iedereen net die kills heb. Nee. Oh, nice. Ik heb die dingen gemist, man. Ik heb een tijdje even zonder C4 gespeeld, maar... Oh, heb ik die dingen gemist. Ik speel nog liever zonder wapen, als zonder C4. Wapens kan ik mooi oppakken. C4, die blijf ik steeds krijgen. Dat is chill. Hey, ik heb mijn streaks weer. Dat had ik niet in de gaten. Even oppassen dat ik nou niet gekild word als ik ze inkal. Ik denk toch dat die kans groot is. Dat dak daar niet, daar heb ik mijn dingen naait, want dan komen ze ook niet volgens mij. Ja, dan, ze droppen niet op het dak, maar dan komt hij gewoon niet. Nee, ik zit de hele tijd op die kaart te letten. Hoe? Kijk dit, man. Ik kan het niet begrijpen dat ik dat niet zie. Ik ben echt... Ik ben zo scheel tegenwoordig in het spel, jongen. Ik zie niks. Liep er nou iemand? Oh, shit. Nee, ik had die double kill moeten hebben, man. Ik keek weer de andere kant op. Kijk maar, jongen. Ik ben niet aan het opletten. Goed opletten. Nou, misschien werkt dat. En ze hebben alles al uit de lucht geschoten. Je moet echt killstreaks gebruiken die ze niet kapot kunnen schieten. Dat is altijd. Aan het einde van Call of Duty, zeg maar, als het bijna een jaar uit... Godverdomme. Als het bijna een jaar uit is, dan gaat iedereen al die killstreaks naaien. Dan gaat iedereen alles uit de lucht schieten. En dat doen ze bij het begin helemaal niet. Come on. Ik verdien die kill gewoon. Maar dat kan. Come on, ik weet gewoon dat er nog eentje meer is. Oké, we gaan maar gewoon. Nee, ik kijk nog een keer. Ik kan dat niet leiden dan.
Mijn aim is gewoon niet goed. Holy shit, ik denk ik ben dood. Ik deed me ook wel dicht van denk, ja, ik heb geen flak jacket. Hoe kom ik erbij? Ik heb scavenger, dat moet ik altijd zeggen, maar dat heeft helemaal niet met flak jacket te maken. En in principe wel, omdat ik dan weer extra perk erbij heb, bla 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 bla. Niet interessant. Waar zitten jullie? Waar zitten jullie? Dat ding maakt wel kills. Jong ham. Nee. Ik kan echt nog een paar kills maken. Ik had niet de gaten. Hoezo is het afgelopen met 170 om 176? We hebben gelijk al die vlag gekapt. Dus dat kan er nooit nou al afgelopen zijn. Dan klopt die tijd toch niet? Sorry jongens, het is 43-5. Ja, het is geen superscore. Ik had wel laag killstreaks gerund. De eerste killstreaks heb ik verneukt. Ik stond 18-1 in de eerste ronde. Dus op zich heb ik best wel wat kills gemaakt de tweede ronde. Maar het is geen spectaculaire match geweest. Ik hoop toch dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En één ding wat ik je nog wil vertellen is... jullie zullen misschien wel denken van... Dennis, waarom doe je niet al jouw live commentaries met Facecam? Ik zal een foto op Instagram zetten. Als je weet wat Instagram is, dan kun je me daarop volgen. In ieder geval, daar zal ik een foto op zetten hoe het er bij mij uitziet als ik een Facecam video aan het maken ben. Want ik zit zeg maar de game achter een tv en niet achter een desktop. Dus die webcam van mij, die moet helemaal van mijn computer af. Helemaal naar mijn tafel komen om mij fatsoenlijk te kunnen filmen. Dus dat ziet er ontzettend stom uit. Dan zul je in ieder geval kunnen zien hoe dat zit. Kun je misschien nog wel lachen. En ik spreek je de volgende keer weer. Adieu.